Dag kijkers, welkom bij Cooking Spaces. Heb je honger of gewoon inspiratie nodig? Pascal Wouters maakt vandaag tongfilet in... Patina de coco. Voilà. En Peter Sleeks van Crea Beton komt meer vertellen over betonnen werkbladen. Actie! Dag Pascal. Dag Hilde. Alles goed? Alles goed. Wat eten we vandaag? Wil weten een voorgerechtje? Ja. Wat een combinatie is van vis met zoete patina de coco. Dus ik heb die al voorbereid, want ik laat die graag een nachtje trekken. Dus die is, die tongfiletjes zijn bewerkt met peper en zout, een klein beetje. En dan gemarineerd in een glaasje patina. Eén glaasje patina erover? Eén glaasje, geregeld is omdraaien dat het er goed in trekt. Ja. Nu zijn die klaar om te gaan afbakken. Die gaan de oven in een jasje van amandelpoeder. Amandelpoeder. In een kommetje. In een kommetje. Dus die dan zo mooi open te kunnen smeren. Zeg, en waarom batida de coco? Wat voegt deze smaak toe? Het is wel een gewaagde combinatie. Veel koks zijn die zeggen van, is niet goed, maar ik vind het heel lekker. En het is iets wat ik tijdens mijn legerdienst geleerd heb. Heeft er veel batida in jouw buik gezeten? Nee, want om zo te drinken vind ik dat spul niet echt lekker. Tenzij aangelengd met warm. Ja, maar in je gerecht smaakt het best, hè? Gaat het absoluut zeer lekker vinden. Het zijn niet de grootste filets dat je hebt meegebracht? Goh, ik neem de iets goedkopere. De grote filets zijn momenteel toch zo duur. Ja. Dan heeft de voorgerechtje, we gaan het schikken op een klein pannetje. Dus kan gewoon met de kleine tongschakjes. En dan rollen in de amandelschip. Een beetje laten uitlekken. En dan rollen we ze mooi. Dat is een beetje als zelf kroketten maken. Zo, hè? Ja, het ziet er zo uit. Het is de bedoeling dat dit in de oven gaat? Het is de bedoeling dat het even in de oven gaat. Je moet in het oog houden, tiental minuutjes. Ja. Het gaat heel rap. En de amandel mag niet verbranden natuurlijk. Qua voorbereiding, buiten dan het marineren en je laat het een nachtje staan, gaat het eigenlijk vrij snel, hè? Het is een heel snel gerecht. Ja. Heel lekker. Heel origineel ook. De combinaties van. Dit is een voorgerecht, kan je het ook als hoofdgerecht aanbieden? Je zou het kunnen als hoofdgerecht aanbieden, alleen is het daar misschien wat zoet voor. Ik heb het eigenlijk altijd gewoon als voorgerecht gezien. Die mogen zo in de oven, moeten we er iets overleggen? Van folie of... Die gaan zo gewoon even in de oven, die gaan heel grap gaar zijn. Ja. Hoeveel tijd krijg ik van jou, hoe lang duurt het? Een tiental minuutjes. Hoeveel graden? 150 beginnen, ik denk 150, 100, tussen 150 en 180. Ik kijk constant na, want het schroeit heel vlug dicht als je... Goed, ik zoek dan heel even iets koelere oorden op. Tot binnen 10 minuutjes, goed? Ja, oké, okay, zo. Hè. Peter. Hallo. Het ruikt al lekker, hè? Ja, ja, zeker. We wachten op het resultaat. Ja. Goed. We werken op een heel duurzaam blad, volgens mij. Het is echt een betonnen werkblad. Ja. Waarom moeten mensen nu kiezen voor zo'n betonnen werkblad? Dat is veel veelzijdig. Je kunt alle vormen maken. Het is duurzaam. En qua prijs valt dat eigenlijk nog redelijk goed mee. Is het goedkoper dan natuursteen? De prijs gaat ongeveer liggen rond een steen van graniet. Daar gaat dat rond draaien. Ja. Ja. Je zei het net al, verschillende vormen. We werken hier aan een recht werkblad, een rechthoekig werkblad. Kan je eender welke vorm maken? Als het technisch mogelijk is, kunnen wij alles maken. Ja, goed. Hoe doe je dat praktisch? Meestal wordt het keukenblok gezet. Dan gaan wij die maten opnemen. Dan maken wij een bekisting rond. Ja. En daar wordt dan het beton ingegoten. Laat het een paar dagen uitharden. En dan wordt dat geplaatst. Maar dat is zo'n beetje zoals echt verbouwen thuis dan. Maar dan... Ja, zo kunnen we dat doen. Is het hetzelfde soort beton? Nee, het is geen klassiek beton. Deze is speciaal ontwikkeld om interieurstukken te maken. Ja. En het heeft een sterkte van 4 maal een klassiek beton. Okay. Dus dat ook slanker kunt gaan werken. Dus we kunnen er eigenlijk ook heel hard gaan opzitten. Ja, je kunt erom dansen. Dat gaan we straks doen. Ja. Na het eten dan. Goed, naar onderhoud toe. Vlekken en zo komen er ongetwijfeld op als je in de keuken werkt. Hoe behandel je dat? Daar wordt een product opgezet met polymer. Ja. Dat is vrijwel, houdt alle vlekken tegen. Behalve zuren, dat blijft een probleem. Dat is met de meeste materialen, ja, hè? Ja. Dat gaat op een gewone natuursteen. Ja. Gaat er ook last van hebben. Zeg, een dagelijks onderhoud? Gewoon met een natte doek afvragen. Zonder meer, geen kaasproducten. Ja. En voor de rest, één keer de maand kunnen we dat eens instrijken met een lijnolie.
Of met een bruine zijp. Ja. En dat is al. Heb je al honger? Ja, kan erin. Dan ga ik nog even helpen met de afwerking. Ja. En dan zie ik jou zo meteen terug. Goed? Oké. Zie je. Goed. Ziezo, onze aardappeltjes zijn gegaard. We gaan nu beginnen aan de groentjes. Ik heb daar niks aan toe te voegen, maar zal ik even helpen? Je mag de worteltjes voilà, goed. Al schillen. Dankjewel. Welke groenten gaan we gebruiken? Wat prei uit de tuin, selder uit de tuin en worteltjes. Die gaan we heel fijn hakken. Ja. En lichtjes garen, beetgaar, gewoon in wat water. Pan voor de groenten, beetje water. Daar gaan we een beetje zout bij doen. Ja. En dan de groentjes even blancheren. Ja. De aardappeltjes. Ik ga hier puree van maken, hè? Absoluut. Oké. Op grootmoederswijze terug. Op grootmoederswijze, daar zijn we goed in. Klaar? Ik en ook. Die zijn klaar. Een eitje erbij. Een beetje muskaatnoot ook voor de smaak. Muskaatnoot, uiteraard, niet vergeten. De borden. Dank u. Alsjeblieft. Dank u. Eén ding ontbreekt nog, hè? De vis. Klaar voor de finishing touch? Klaar? Klaar. Peter, hier zijn we weer. Dank u. Alsjeblieft. Tongfiletjes in Batida de Coco. Dank je. Laat het smaken. Dank u. Batida de Coco. Klinkt tropisch, hè? Ja, feestjes. Feestjes, we zijn helemaal in de stemming. Laat het smaken. Hoor u ook? Ik ga wachten op jouw proefoordeel. Oké. Dat is het geluid dat we willen horen. Lekker. Goed. Wij gaan het ons laten smaken. Geniet ervan als je het ook zelf maakt. En heel graag tot volgende keer. Smakelijk. Smakelijk. Dit programma kwam tot stand in samenwerking met Cooking Spaces.